Michel Bourgeois, af sociaal. Michel Bourgeois, af normaal. Michel Bourgeois, af sociaal. Michel Bourgeois, af normaal. Michel Bourgeois, af sociaal. Michel Bourgeois, af sociaal. Waarom hebben jullie en uw collega's een sociaal akkoord nodig? Omdat het al een hele tijd geleden is dat wij nog iets gekregen hebben. Het wordt hoog tijd dat onze sector erkend wordt in hetgeen wat wij doen. We zijn allemaal harde werkers die in ploegen werken en die het niet zien zitten om op 67 jaar nog zo vol een bak te werken. Het loon naar werk, dat is hetgeen wat we vragen. Een sociaal akkoord nu! Een sociaal akkoord nu! Een sociaal akkoord nu! Waarom hebben jullie een sociaal akkoord nodig? Omdat ze vooral heel veel besparen op de gezondheidszorg en dat zijn we absoluut beu. De ADV-dagen dat ze willen afnemen en allemaal, dat is gewoon kotsbeu. 1, 2, handen af voor ons ADV! 1, 2, handen af voor ons ADV! Het is eigenlijk genoeg geweest. Wij kunnen eigenlijk de waardruk geen vader niet meer aan. Eigenlijk. Er gaan heel veel mensen met de burn-outs. We zien dat nu al in onze teams en allemaal. Ja. Om dat dan moeten volgen tot zo'n 67 is dat niet haalbaar. Hoe zit het met de werkdruk bij jullie? De werkdruk is heel hoog. Veel te weinig personeel. De patiënten hebben er last van en wij hebben er ook last van. Kan het op deze manier nog verder? Nee, echt niet. We zijn net gewoon de. Bourgeois Michel, je tijd is op! Je tijd is op! Je tijd is op! Bourgeois Michel, je tijd is op! Genoeg gespeeld. Wij willen een sociaal akkoord. Nee. Waarom hebben jullie een sociaal akkoord nodig? Om twee redenen. Eén, omwille dat ik zelf als verpleegkundige werk, dat er steeds minder middelen zijn. Dat wij merken dat er eigenlijk meer aan besparingen aandacht gegeven wordt dan aan de patiënten zelf. En om de tweede reden, dat ik thuis zelf een zorgbehoevend kind heb, dat ik zelf dagelijks merk dat ik met minder middelen eigenlijk verantwoordelijk word gesteld om meer zorg van mijn kind zelf te betalen. Ik betaal wel meer en meer belastingen, maar ik krijg minder en minder middelen om dat te betalen eigenlijk. En dat moet gedaan zijn, want dat gaat gewoon niet meer. We werken allebei. Ik heb 4 jaar naar school gegaan en ik moet nu tot de constatatie komen dat ik ben nog geen 40 jaar, dat dat gewoon allemaal niet meer te betalen is. En dat moet veranderen. Er moeten andere aandachtspunten gegeven worden door de regering. En er moeten gewoon meer middelen terug naar de gezondheidszorg gaan. Want dat is niet alleen ons probleem. Dat is het probleem van iedereen. Dat komt iedereen te goede. Zij komen!